In deze video wordt geen nieuwe stof behandeld. Wel geeft het de samenvatting van de begrippen en formules die horen bij één domein van het VWO Natuurkunde-eindexamen, zoals die geldt vanaf het examenjaar 2025. In deze video behandelen we het domein D2, elektrische en magnetische velden. Het grote verschil tussen elektrische en magnetische velden heeft te maken met elektrische ladingen. Bij een elektrisch veld staan deze vaak stil. En wanneer ladingen gaan bewegen, kunnen ze ook magnetische velden vormen. En eigenlijk hebben we hier te maken met het elektromagnetische veld. En hebben die elektrische en magnetische velden ontzettend veel met elkaar te maken. Ladingen met gelijke tekens stoten elkaar af en met ongelijke tekens trekken elkaar aan. Je hebt dus te maken met een elektrische kracht en de grootte en de richting van deze kracht hangt ook af van de positie die je inneemt in de ruimte. En als je wil aangeven hoe die krachten nou veranderen ten opzichte van je positie, dan heb je het eigenlijk over een elektrisch veld. En dat elektrisch veld kun je zichtbaar maken door veldlijnen te tekenen. Van twee velden moet je de eigenschappen kunnen uitleggen. Dat is het homogeen veld en het radiale veld. En als we het hebben over elektriciteit, dan geldt wel in alle situaties dat elektrische veldlijnen altijd lopen van de plus naar de min. Wanneer een deeltje zich beweegt langs een veldlijn, dan zal daardoor de elektrische energie van het deeltje veranderen en die elektrische energie is uit te rekenen en daarbij komt de grootheid spanning om de hoek kijken. In de situaties waarin alleen maar sprake is van een elektrische kracht geldt ook het volgende, namelijk dat wanneer de elektrische energie van een deeltje verandert, dat dan ook de kinetische energie van het deeltje zal veranderen en die twee zijn elkaar gekoppeld. En een toepassing daarvan is de versneller. Uh, je zou ook kunnen noemen de röntgenbuis, waarin elektrische energie wordt omgezet in kinetische energie en het deeltje dus zal gaan versnellen. Ook bij magnetisme is er sprake van een kracht, een magnetische kracht. En uh, je kunt het veld van die kracht ook zichtbaar maken door middel van veldlijnen. En het grote verschil tussen magnetische veldlijnen en elektrische veldlijnen is dat de magnetische veldlijnen altijd gesloten zijn. Er zijn drie verschillende situaties waarmee je iets moet kunnen met die magnetische veldlijnen. En de eerste is wanneer je te maken hebt met een permanente magneet, vaak een staafmagneet. Dan is het belangrijk eh, dat je de veldlijnen tekent zodat ze lopen van noord naar zuid buiten de magneet. Maar omdat de magnetische veldlijnen altijd gesloten zijn, betekent dat dus ook dat die veldlijnen in de magneet van zuid naar noord lopen. Heb je te maken met een spoel waar een elektrische uh, stroom doorheen loopt, dan zal om die spoel ook een magnetisch veld ontstaan en de richting daarvan kun je bepalen met de rechterhandregel. Omdat zo'n spoel een magnetisch veld krijgt die heel erg lijkt op een staafmagneet, noem je zo'n spoel ook wel eens een elektromagneet. En het grote voordeel natuurlijk van een elektromagneet is dat je de magneet kunt uitzetten door de stroom uit te zetten uh, en dat kan natuurlijk met een permanente magneet niet. Ook wanneer er stroom loopt door een stroomgeleidende draad, zal om die draad een magnetisch veld ontstaan. En de richting van dat magnetisch veld kun je met de andere rechterhandregel bepalen. Wanneer er een magnetisch veld is waarin ook een elektrische lading zich beweegt, dan kan er sprake zijn van de zogenaamde Lorentzkracht. Belangrijk is dat je bij die Lorentzkracht de richting ervan kunt bepalen en dat doe je vaak met de linkerhandregel. Soms de FBI-regel genoemd, maar het kan ook een andere handregel zijn. Ook de grootte van de Lorentzkracht is te berekenen. En daarbij kun je onderscheid maken in twee situaties: namelijk dat je te maken hebt met losse ladingsdeeltjes die bewegen, dus losse protonen of elektronen, of wanneer je te maken hebt met een stroomvoerende draad. En dan is het de kracht die wordt uitgeoefend op die draad. Wanneer ik een uh, stroomvoerende draad heb waar een Lorentzkracht op staat, dan kan ik uh, door dat slim te ontwerpen gebruiken om uh, elektrische energie om te zetten in bewegingsenergie. En zoiets gebeurt dus in een elektromotor. Het aantal veldlijnen dat door een oppervlak, zoals bijvoorbeeld een spoel, prikt, dat noemen we de flux. En wanneer deze flux in de tijd verandert, dan krijg ik daardoor een inductiespanning in de spoel. En deze inductiespanning kan ik vervolgens gebruiken. Om beweging om te zetten in elektriciteit, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij een microfoon of bij een dynamo. En door dan veel windingen te gebruiken in de dynamo, kan ik de grootte van de inductiespanning ook maximaal maken.